De voetbalvereniging Wildervank organiseerde op gepaste wijze haar 75-jarig bestaan. En de filmgroep Wildervank maakte daarvan de volgende beelden. Het bestuur mocht tijdens de receptie honderden handen schudden. En tijdens de receptie spraken velen het bestuur toe en overhandigden daarbij diverse cadeaus. Zoals hier de heer De Brie, die hier de vlag voor het zwaluwend toernooi aan de voorzitter mag overhandigen. En het zwaluwend toernooi was vroeger gewoon het polio toernooi. Het bestuur van de zwaluwen dit schildje aanbieden. En ik hoop dat dit bij u in de bestuurskamer een goede plaats krijgt als aandenken aan uw activiteit voor de zwaluwen. Dat is één. Dank u. En als tweede, meneer Tegelaar, de algemeen coördinator van de zware jeugdactie, die komt mij assisteren om u de vlag van de zware jeugdactie aan te zetten. En Goos Boers kreeg van de KNVB een onderscheiding voor al het werk dat hij voor de vereniging en voor het voetbal in het algemeen heeft gedaan. Vrijwilligers bij een jubileum in het zonnetje mogen worden gezet. En dat is ook bij u het geval. U heeft een bestuur waarvan ik weet dat u daar in ieder geval één in heeft die bij overlevering kan vertellen hoe het vroeger ging en hoe het vandaag nog moet. Die, ik denk, 28 jaar geleden het bestuur binnenstapte en daar 25 of 26 jaar geleden het penningmeesterschap op zich nam. Ik zag hem vanavond met een brede grijns op het gezicht, de ene envelop naar de andere in de binnenzak steken. En ik dacht, het is zijn avond. Nou, daar wil ik een streepje bovenop zetten. Het is zijn avond, want deze verdiensten, die willen wij als KNVB ook graag belonen. En het is mijn voorrecht, Goos, om jou mede te delen dat je voor die geweldige lange periode dat je ingezet hebt, niet alleen voor de VV Wildervank, maar voor het voetbal in het algemeen, het bondsbestuur jou de gouden bondsbelt heeft toegekend. Kom ik te vragen naar toe. En de heer Boerema van de KNVB speelt hem hier de gouden bondspel op. Een doosje voor een
Zo kun je bewijzen dat ik het ben. Voorzitter, ik heb voor u en voor de vereniging het traditionele cadeau meegebracht uit Zeist. En u weet wat het is, de vlag. Mag ik u uitnodigen om samen met mij de vlag uit te wikkelen. En we weten dat dat de eerste keer niet goed gaat. Daar heeft iedereen al plezier aan, wij ook. Receptie zagen velen zich na jaren weer eens terug. Koos Boers, Teun Gerrits, Jaap Molema, Evert Nannings, Piet Poots, Lubbert Puister, Drieke Smit, Willem Troost, Nico van der Vorm en Henk Wildeboer. Dit elftal werd benoemd tot lid van Verdienstraad. En zij krijgen hier de bijbehorende speld uitgereikt. Ja, dat is wel.